Hallo mensen van Biotown, ik ben Rick van Serpent Gameplay. Vandaag doen wij een nieuwe XXL gameplay van GTA. Want ik krijg zoveel comments van, ah Rick, ga weer een XXL gameplay doen van GTA. En dan weet ik, jullie bedoelen GTA 4. En omdat ik de grootste mega ubertron de wereld ben, doen wij vandaag GTA 3. En ik heb het spel eigenlijk nog nooit gespeeld. Ik heb een PlayStation 2 gekregen van een fan in een van mijn fanmail video's. En nu heb ik dus een PlayStation, hoe deed ik dat? PlayStation 2. En de controllers werken allebei zo'n beetje niet. Deze werkt heel slecht. Hij maakt heel veel geluidjes, moet je horen. Dit is zeg maar de vier pijlknopje. Kijk hoeveel geluid ze maken en hoe zwaar ze indrukken. Gelukkig speel ik met de analog sticks, dus weinig last van. Ik wou eigenlijk GTA niet... ik wou San Andreas doen, niet Liberty City, niet Vice City, maar San Andreas. Ik heb drie GTA's voor de PS2 van die personen bijgekregen. GTA 3, GTA Vice City en GTA San Andreas. Vice City en San Andreas deden het allebei niet. King Kong deed het niet, allemaal krassen en zo erin. Dus toen gingen we maar deze doen. Heel veel problemen. Maar we zijn uiteindelijk hier. Ik wil een klein beetje missies doen en vooral gewoon chaos plaatsen in dit stadje. Doe me heel erg denken aan de map van Liberty City voor de PSP. Die heb ik gespeeld voor de PSP. Misschien is het gewoon dezelfde map en ben ik gewoon een idioot. Ik heb geen idee. Nou, ik ben geen idioot. Ik ben gewoon iemand die niet weet hoe alles in elkaar zit. Dat is heel wat anders dan idioot. Dan moet iedereen in ieder geval. Blauwe stip, roze stip zal wel de missie zijn. We zijn net ontsnapt uit de gevangenis, denk ik, want we hebben van die mooie oranje pakjes aan. En dan gaan we hier even onze kleren veranderen, wel handig. Hier, de advance time, 6 hours. Oké, is goed. Heb je nu andere kleren? Ik heb geen idee. Wauw, daar kun je auto in. Oh yes, we hebben andere kleren. Oké, waar moeten we nu heen dan? Eddie's. Niet naar Eddie's, want daar komen we net vandaan. Ik wist dat we gaan uitstappen, want ik zat daar een wapen liggen. Waar is mijn wapen? Ah, daar zo. Wat is het? Een honkbalknuppel, een echte klassieker. Ik ga nog niemand knuppelen, dat doe ik zo meteen wel, spel. Heb geduld. Oké, even achteruit parkeren. Wow, ik kan nog veel beter auto rijden in de vorige GTA. In GTA 4 eigenlijk, niet de volgende GTA. Sorry. Oeps, sorry. Ik dacht, ah, die lantaarnpaal nemen wij wel eventjes mee. Nou nee hoor, zo werkt het niet in GTA 3. Eens even kijken. Het is hier om de hoek al, dat scheelt. Hoef je niet zo ver te rijden. Nou, het luie leventje. Au, dude, dat was onnodig. Even kijken, hier zo. Gaat niet goed, hè? Gaat niet goed zo. Zo dan. Yes. Dit is Luigi's Club. Laten we naar de achterom gaan. Net met een honkbalknuppel ga even Luigi af. Hey Luigi. Ik heb een honkbalknuppel. Luigi is mij, deed deze missie. Nou, hartstikke leuk. Gezellig. Hallo Luigi. Oh, wacht, hij is er nog niet. Klop, klop. Wie is daar? Luigi. Wauw. Echt waar? Is goed, man. Is zeer goed. Waarom schop je tegen de deur aan? Omdat kloppen te mainstream is natuurlijk. Wauw, hij gaat in één keer naar binnen. Sla hem in elkaar. Oh. Wat? Hoe kan dat? Hallo, is dat Luigi? Die is 8-ball. Oh, dat is die vriend die net wegging. We moeten een missie ophalen. Ze is vast bij de Cerulean City Gym, jongens. Haha, Pokémon grappen. So keep your hands on the wheel. Of aan haar piemel. Oh wacht, is het meisje. Met een piemel. Dan is het een jongen. Met een piemel. Jongens hebben namelijk in het algemeen penissen. Net als Misty. Want Misty is eigenlijk een jongen. Wie heeft gezegd dat Misty geen jongen is? Hij zei alleen my girls. Ik ga wel even een nieuwe auto pakken. Deze auto ziet er wel leuk uit eigenlijk. Goedendag meneer. U heeft de loterij gewonnen. Wat is mijn prijs? Ik steel je auto. Oké. Sorry, dat was ik niet. Dat was een neger. En voel je niet gediscrimineerd, dat is gewoon een van mijn random stopboordjes die ik verzonnen heb sinds kort. Dat was ik niet, dat was een neger. Dat mag gewoon. Dat is niet racistisch. Ik had ook kunnen zeggen, dat mag ik niet, dat was een blanke. Dan mag het in één keer weer wel, hè. Dan zeggen we dat voortaan. Oh, oeps. Hier ligt helft gewoon. Hé, hey, Misty, hoe gaat die met jou dan? Ze hebben al rood haar, heel toevallig. Hebben alle vrouwen die Misty heeft rood haar of zo? Take Misty to Luigi's Club. Dit is wel de moeilijkste missie ooit, dus ik kijk de afstand die wij moeten afleggen met Misty. Ik hoop dat we in deze 45 minuten nog wapens kunnen krijgen in het spel, zeg maar. Dan wordt het interessant. Ik kan ook gewoon een politieagent in elkaar slaan en zijn wapen pakken natuurlijk. Dat kan ook. Maar het is minder cool. Even kijken. Moeten we hier weer naar Luigi? Ja, gaat goed zo. Oké, het goed. Zo zeggen Duitsers dat niet. Dat is mijn slechtste Duits, zeg maar. Speciaal voor jullie mijn slechtste Duits. Wel een coole reclamebord daar. Met die Playboy Bunnies. Graag gedaan. Wow, 1500 voor deze missie. Voor deze Misty. Oké, dat is serieus de slechtste grap ooit. Maar, wat nu? You can see Luigi from a work or check out Liberty City. We gaan natuurlijk eerst weer terug naar Luigi. Hoe doe ik dat? Moet ik naar achteren denk ik? Hierin? Ja, hierin. Vast wel daarin. Even uitstappen. Ah, hier zo. Goed zo. Next! Don't spank my bitch up. Oké, Luigi, als jij het zegt, man. Ik zal je bitch niet spanken, hoor.
Kijk, wij kloppen tenminste wel normaal. Zo hoort het. Luigi said to give you this, so here. Ik heb best wel mooi haar trouwens. There's a new high on the street. Goes by the name of Spank. Some wise guys been introducing. Waarom is mijn stem zo raar? Down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Oké. Okay. Oh, dat is de naam van Luigi die dit voorleest eigenlijk. Oké, okay, ze moet iemand in elkaar slaan met een honkbalknuppel. Nou, ik heb al een honkbalknuppel. Dat is de, goed begin is het halve werk. Een goede honkbalknuppel is het halve werk. Oké, okay, waar is hij? Pick up the bat. Oh, ik moet hem nog halen. Ik heb al een bat, maar oké. Okay. Je moet van de missie moet ik ook een bat ophalen. Dus doen we dat maar eventjes. Laten we het wel niet tegenspreken, jongens. Huh. Wat? Als het blauw is dat ook een bat? Kijk hoor. Heeft hij die gewoon daarvoor me neergelegd of oh. Dom. Oh Rick, je bent zo slim. Ik pak hem hoor. Sorry. Ik heb hem. Oké, okay, met L1. Ja, oké, okay, zo. Woe, kijk hoeveel wapens ik heb. Rick, dat zijn twee wapens. Nou hem, ik laat me dromen. Oh, oh, mooi bochtenwerk. Sturen gaat wel beter eigenlijk. Kan komen omdat ik nu met de controller stuur. Oeps. Ja, ik ben gewend dat je in GTA 4, want daar een paar heel makkelijk om kan rijden. En dat gaat hier iets moeilijker, moet ik zeggen. Hallo auto. Eigenlijk wou ik dus GTA San Andreas doen. Toen wou ik GTA Vice City doen. Toen wou ik King Kong doen voor de PS2. En toen ging ik maar dit doen. Suggesties zijn nog steeds welkom. Ik lees in principe alle comments op mijn XXL gameplays en maandag gebeuren video's. Voor de rest, video's waar ik in zit, lees ik niet alles. Maar mijn eigen video's lees ik sowieso alle comments. Ook op mijn eigen kanaal, ik lees alles. Je moet echt stoppen met tegen lantaarnpalen aanrijden. Geen goed idee. Is hij hier? Ja, hier is hij. Kan ik hem ook gewoon aanrijden of mag dat dan niet volgens de missie? Laat hem gewoon aanrijden. Screw the rules. Oh, moet ik wel raak rijden. Is hij dood? Zo, ik vind het wel goed. Moet hij serieus met de honkbal knuppel? Oké, okay, dan. Omdat je het zo leuk vindt. Ah! Take his car and get it sprayed. Oké. Okay. Gaan zijn vrienden nog iets doen of gaan ze gewoon weglopen? Nou, goede vrienden heb jij zeg. Oh, ik moet hem van kleur veranderen. Ik moet zijn auto stelen en met sprayen bedoelen ze een ander kleurtje halen. Oké. Okay. Ik vind de missie wel leuk eigenlijk tot nu toe. Waar sprayen we die shit? Gaat het nog op de kaart? Moet ik naar dat huis gebeuren toe daar? Is dat de car spray? Ik zei niet car wash. Ik dacht dat ik car wash ging zeggen. Voor mij is dat bij hetzelfde gebouw trouwens, maar... even omkeren natuurlijk. Nee, Rick, nee. Je maakt er één groot zootje van. Ja, precies. Ik hoop dat de car spray is. De graphics van het spel zijn nog niet echt revolutionair goed ofzo. Ik wil sowieso ook nog een keer GTA 1 spelen. Dat lijkt me ook even awesome om te doen. Voor mij zijn die graphics nog veel kutter. Dat zal wel. Een beetje raar als de graphics van GTA 3 beter zijn dan die GTA 1 beter zijn dan die van GTA 3. Sorry aan het aanpaal, zo bedoelde ik het niet. Voor mij is dat mijn safe house waar ik nu heen. Ga niet naar een spray. Moet ik even pauzeren ofzo? Heb ik dan nog een map? Kan ik dan een plaats kiezen? Ik had even mijn audio uitgedaan van de autoradio. Dat mag niet van YouTube, vinden ze niet zo leuk. Heb ik nog een kaart ofzo? Hoor dit mooie controletje weer, hè? Als ik naar links en naar rechts ga. Heerlijk, deze controller. Ja. Wow, English, French, German, Italian, Spanish. Ik zie hier geen kaart. Dat is jammer. Heb ik daar nog een andere kaart voor misschien? Knop voor haar bedoelde ik eigenlijk. Select heb ik. Hallo, hoer. Oh, het is toch wel hier, denk ik. Ja. Of is het toch mijn huis? Oh, nee. Ik wil deze camera, ja, dank je. Ah, hier is het toch wel. Hoop ik. Wat? Hoe kan ik hier op mijn auto sprayen? Ik heb geen idee hoe dit moet. Voor mij is hij toch wel weer mijn huis. Ja, hij is mijn huis. Of toch niet? Ik weet het niet. Al die twijfels in mijn hoofd. Spreek je mijn auto of niet? Ah, toch wel sprayen. Toch wel. If you can in the spray shop to lose your wanted level pen. Oké. Okay. Waarom kost het 1000 euro om je auto te verven? Dat is veel geld. Maar ja, ik krijg net ook 1500 voor een missie. Dus oké. Okay. Ben wel meteen blut. New engine and paint job. The cops won't recognize you. Oké. Okay. Stash the car in Luigi's locker. Waarschijnlijk maakt het niet uit of ik hem helemaal kapot rijd. Luigi boeide helemaal niks. Ik heb hem net helemaal gepimpt. Maar ik rijd hem gewoon meteen weer aan gehoord. Graag gedaan, Luigi. It's a me, Mario. Oké, die grap was gewoon onnodig. That was uncalled for, Rick. Sorry jongens, ik wou u niet beledigen. Die slechte grap hoort bij mij. Net zoals mijn neus. En mijn armen. En ik heb ook benen. Voor het geval dat twijfel over was. Hallo, dikkerd. Oh, nu ben je dood. Dooterd. Ja, dat is echt... Oh, daarin. De in, Rick. In parkeren. Prachtig. Zonder één deukje. Hoe doet hij dat toch? Was dat hem? Ja, ik vind het wel. Nou, eruit. Yes. Missie gehaald? Yes.
4000, niet slecht, Luigi, niet slecht. Alhoewel ik heb wel 1500 betaald voor die spray gebeuren. Voor mij is die 1500 er niet afgegaan, omdat het de eerste keer gratis was, Sam. Gaan we naar Luigi, denk? Sorry, man. Sorry, ik wou je niet tegen de grond slaan. Als excuus, een knuppel tegen je bibs. Oh, wat heb je een lekker kontje. Jongens, niks raar. Waarom heeft die man zo'n korte broek aan? America! Fuck yeah! Zo, dat is twee dode mensen. Liever twee dode mensen op straat dan 10 in de lucht. Maar dat zou raar zijn. Als er dode mensen door de lucht vlogen. Ik zoek even een auto, maar... Oh, een ambulance. Wat een gezeik allemaal. Ik kan die ambulance stelen en die dingen zijn niet echt handig om te stelen volgens mij. Hey, dikke man. Bob, 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 Bob. Ik steel je auto-style. Ik heb gewoon de neiging om ik steel je of ik doe je of ik puntje, 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 puntje style. Bij alles eigenlijk wel. Ik neuk je moeder style. Het zou kunnen. Het is gewoon stel dat. Het zou kunnen. Ik neuk je moeder style. Luigi, hier zo. Even je inrijden met je auto natuurlijk. Classic. Ik ben er hoor. Nou, dat mag natuurlijk weer niet. Moet ik weer uitstappen. Auto niet. Drive Misty for me. Heb ik de vorige keer ook al gedaan, man. Maar we gaan Misty weer naar de Ruin City Gym brengen. Oké, dan. Ik weet nog in GTA 4. Twee missies ongeveer per video. Nou hebben we er nu al twee gedaan. In 10 minuten of zo. Oh, ik moet even zijn sletje halen. Dat is Diablo Turf. Then run her over to his garage in Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, okay. This is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. Ik ga sowieso mijn handen aan Misty zitten. Is dat Misty daar met die moedervlek in het midden? Of is het gewoon een random Russische vrouw? Get a vehicle. Ah, dat is niet zo moeilijk. Weet je, het spel is niet voor iets Grand Theft Auto. Dus ja, auto's stelen zou niet al te moeilijk moeten zijn. Heb dit spel eigenlijk al motors? Ik heb nog geen enkele motor gezien. Misschien had je nog geen motor in GTA 3. Ik heb geen idee. Hebben tenminste een auto, dat was niet zo moeilijk. Oh, deze keer is Misty ergens anders dan bij het ziekenhuis. Wat doet een hoer sowieso in het ziekenhuis? Ziekenhuis, dingen? Serieus, even kijken, waar is ze? Hier zo, op het treintje hier? Aan de kant mensen, ik ben het, de autojongen. De broodjesbakkert. Oh, daar is ze, oké. Hallo Misty. Press L3 button to activate the horn and let Misty know you're there. Dat is gewoon de control stick, toch? Oh, left. Oh, ik druk op R3. Nee, L staat voor left, Rick. Oh, hey Misty. Sletje. Hey, hey, hey. Ze heeft wel mooi rood haar. En ze heeft, ja, ik kan moeilijk zeggen, een lekker kontje aangezien het spel graphics heeft alsof het uit het jaar 1998 komt. Ja, precies. Oké, dit gaat niet goed. Ik moet wel zorgen dat Misty daar heel aankomt. Ik denk niet dat Joey zin heeft om seks te hebben met een dood meisje. Ik weet niet. Misschien is dat wel gewoon een van die dingen die Joey leuk vindt. En dan krijg ik gewoon extra voor deze missie. Ik heb een extra's. Misty kwam dood aan en Joey had heerlijke dode seks met haar. Graag gedaan, Joey. Because I care. Weet je, ik geef om jouw gevoelens voor dode meisjes. Dus is dit ook een dood meisje. Kijk, moet je zien, Misty. Die man kan snel rennen. Zag je dat? Hij rende voor zijn leven. Dat is niet eens grappig, dat is gewoon de waarheid. Hij rende serieus voor zijn leven. Ik weet niet of je het zag, maar hij was graag niet bij... Oh, wow, wow. Ik dacht even dat die lantaarnpaal naar beneden viel, dat stoplicht gebeuren ding. Maar ik reed er gewoon overheen en toen zat hij in één keer midden in mijn scherm. Ja, wat nu? Misty, pas op voor die boom. Pas op voor die dikke meneer. Oh, hij is dood. Wat jammer nou. Moeten we nog meer die kant op dan zo te zien? Ja. Die kant op, over het gras. Fuck the rules. En hier is iets. Heb ik dan de missie gehaald of moet ik nog verder rijden? Het zou leuk zijn. Heb ik al 3 missies gehaald. Echt een nieuw record voor mij. Missies halen in 1 GTA video. Weer een verfwinkel. Was dat het serieus? Nee, er komt nog iets. Er komt nog iets gemeens aan. Wat gaan we hier voor leuks doen? Iets gezelligs in ieder geval. Kom maar gezellig binnen, mister. Joey! Yay, Joey! Denk het niet. Hallo Joey. Oké, laat de missies van hem. Oké. Ik vind dat onze main character is best wel een badass persoontje. Persoonlijkheid. Hij is tenminste gewoon geen vent uit fucking Rusland of zo. Nee, Bellic komt zeker uit Turkije of zo. Toch Tsjechië? Ik weet niet. Bijna allemaal zijn wel buitenlanders, Sam. Ik weet niet of ik nou wel Amerikaans ben. Ik heb tenminste... Kijk mijn haar. Kijk, het is puntig. Ik ben net kuifje, maar dan niet blond. We kunnen nu alvast naar Joey gaan. Laten we een missie voor Joey doen. Want hij heeft Misty.
Mike Lips Last Lunch. Oké, nou, dan Sunny gaan we Mike Lips doodmaken. Wanneer ga je me lekker penetreren? Niet zometeen. Gezellig. Ze heeft best wel dikke inkijk. Daar kijk ik dan met name als ik een jongen ben. Zelfs in bij game meisjes. Net hentai dit. Take it to 8 Ball's bomb shop up in Harwood. Okay. You know 8 Ball, right? Tuurlijk. Once he spitted it with a bomb, go park the car where you found it. Then what? Sit back and watch the whole show. Ik heb geen idee wat ik nou moet doen. He won't be eating forever. Wat moet ik doen? Dat is de grote vraag. This is a time mission. You must complete it before the timer counts down to zero. Geen zin in. Okay, ik moet iets met een auto doen. Dat was sowieso al een feit. Even aan de kant, jongens. Okay, ik moet ergens heen. Daar zo, ik haat timed missies. Ik heb ze eigenlijk nog nooit gehad. Dus ik, oh fuck, ik ga nu helemaal verkeerd. Dit gaat niet goed, want ik moet hier sowieso een rondje rijden. Even kijken, hoe gaan we snel naar dat punt toe? Ik kan niet echt lekker op mijn kaart kijken, dat is een beetje el problemo. Ik moet naar het rode punt op de kaart in ieder geval. Dat zal wel hier dan naar rechts en dan zijn we er al aardig, hoop ik. En iets met een bom. Iets met een bom en iets met lunch. Iets met lunch eten. Broodje bom. Broodje kanonskogel, dat is een broodje gehaktbal. Geloof ik, broodje kanonskogel. Auw, wie deed dat? Is het hier? Is het hier? Oh, gevonden. Het is hier. Wat ga ik toch lekker snel de heuvel op, zeg. Jotum. Oké, wat is daarmee? Wat moet ik met die auto doen? Dan zeker de auto met de bom erin ofzo. Of niet soms. Oké, ik heb de auto en nu? Take Freddy's car to 8 Ball Garage, none of here behind Easy Credit Autos. Ik hoop niet dat de auto ontploft als ik iets aanraak. Ik weet nog wel dat ik het bij die andere missie had. In GTA 4 dan moest je een vrachtwagen met een bom erin rijden. En als je dan te veel damage nam, dan ontplofte de vrachtwagen. Echt leuk was dat. Waarschijnlijk nu niet, want dit is een van de beginnende missies. Dus allemaal in GTA 4 werden de missies aardig snel moeilijker hoor. Maar in dit spel waarschijnlijk niet. Want ja, dit spel is gemaakt voor 4-jarigen. Eigenlijk niet, want er zitten overal tieten in. En 4-jarigen mogen alleen zuigen aan tieten. Behalve als ze 4 jaar zijn. Je mag alleen zuigen aan tieten als je 1 bent ofzo. Wanneer houdt dat eigenlijk op? Ze had laatst iets op tv van een vrouw en die gaf haar kinderen van 7 gewoon nog steeds borstvoeding. YOLO! Dat is pas YOLO, dames en heren. Ik zou hetzelfde gedaan hebben. Oh wacht, ik kan helemaal geen borstvoeding geven. Pas op Rick, je bent er bijna man. Je hebt nog 4 minuten. Zo superieur ben je momenteel aan deze missie. Even hier mijn ding aan je rijden. Ja, goed zo. Oh, get it repaired? Waarom? Arm with O button, bomb will go off. My engine is started. Wat? Arm with O button. Bom arm. Oké, dan moet ik nu weg zeker, of niet? Oh, ik heb back in the vehicle. Wat moet ik nou weer doen? Oh, ik heb hier de bom gehaald, zeg maar, bij 8 Ball. Oké. Oeps. Oh, ik moet eerst wegrijden. En oké, ik snap het niet. Moet een hele missie opnieuw doen. Really? Heel veel display. Oh, gadverdamme. Wat? Oh, staat daar weer meteen voor me dat ik weer bij de missie ben. Of niet soms? Nee, toch niet. Stel me teleur dit. Nou, dan gaan we meteen even weer een eentje voor Luigi doen hoor. Helemaal geen zin meer in. Eerst even deze manier in elkaar slaan. Dikke! Dikke! Oh! Echt heel vaak dezelfde mannen aan elkaar geslagen. Die heeft de dag niet vandaag. Oh wacht, dit spel heeft echt heel weinig skins voor mensen. Echt heel weinig. Kijk, dan heb je weer dezelfde man. De eerste persoon die ik tegenkom is dezelfde man. Ze zijn dan zoveel moeite om het extra characters en design aan. Maakt het trouwens wel een backflip. Ik wist helemaal niet dat dikke mensen backflips konden maken. Zei deze politieauto. Maakt me helemaal niks uit. Oh goed, oh goed. Wat gebeurde er? Geloof me, je doet er gewoon een driehoekje zo van even instappen uit. Hoppakee, hoppakee, bastard. Gaat natuurlijk weer geld kosten en zo. Ah, gaat verdamme. You will only be arrested if you have a wanted level. Nou, dat is mooi om te weten. Hij teleporteert me wel meteen weg daar, dat scheelt. Nou, nog een keer proberen om een missie voor, niet voor Joey te doen, maar voor Luigi natuurlijk. Alhoewel, als we alles voor Joey doen, dan zien we wel Missy die vraagt of Joey seks wil hebben. Doet Joey zo van, nee, liever niet, want dat is... Kut! Niet, nee, niet nog een keer! Kom op! Oh, god. Wat is het niveau van... Oh, wacht. Deze keer moet het wel goed gaan. Tik een ruitje in. Oh, dat kan je dan weer niet, hè. Nico Bellic kon dat wel, hoor. Hond. Hop. 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 Kun je daar niet eens overheen? Oké, ik ga nu nog één keer proberen. Ach, gelukkig, ik wou net zeggen, anders kan je wel heel weinig hoor. Stop maar auto's, stop voor mij. Hé, eindelijk een andere man. Hij wel heel... Oh, is een vrouw? Man? Vrouw? Not sure. Hey, een taxi. Wat zei je? Ik vind deze taxi niet leuk en ik heb al een taxi. Nou, dan neem ik hem graag mee hoor. We gaan deze kant op. Vandaag is de wereld al één dag vergaan. De Mayo hadden niet gelijk. En dan zeg je, maar Rick, het is Maya. Nee, de Maya's hadden niet genoeg Mayo. En daarom hadden ze niet gelijk.
Snap je? Volg je me nog? Ik bedoel, ik heb altijd een theorie dat Maya's een Mayo-kalender hadden. Niet een Maya-kalender. Kijk, daar zit dus het verschil, weet je. Iedereen dacht, Maya-kalender. Nee, Mayo-kalender. Ze telde het aantal potten mayonaise. En dus, gisteren was officieel de mayonaise op. Ik wou dat ik kon liegen, maar nee, het is echt zo. Oh, Ricky toch. Moet ik hem bij Misty brengen? Oh, wacht, die is nog bij Joey. Gezellig. Some Diablo scumbag has been pimping his scuzzy bitches in my backyard. Ja man, hij pimpt bitches in mijn backyard. Moet ik mensen in elkaar slaan? Kijk dan een wapen. Vet. Ik hoop dat ik een wapen krijg. Een wapen! Ik zei nog, ik hoop dat we die binnen de eerste 45 minuten krijgen. En ja, eigenlijk wel. Hij had ook even achter of jullie willen dat ik verder ga met het spel op mijn eigen kanaal. Want ja, momenteel heb ik te veel series op mijn eigen kanaal hoor. Ik heb ook nog een game waar ik binnenkort mee ga beginnen op mijn eigen kanaal. Soul the Game. Heel vet spel. Gebaseerd op de films en zo van Soul. Hij is best wel leuk. En best wel gruwelijk. Je zit allemaal van die death traps. En als je dat niet haalt, dan zie je een keer je hoofd ontploffen. En dat mag gewoon op YouTube. Ik vind het grappig. YouTube boeit het helemaal niks. Een 18 jaar en ouder spel mag je zeg maar wel gewoon uploaden. En dan zit er geen leeftijdsbeperking op. Maar zodra ik naaktheid ga uploaden of gewoon een foto van een tepel. Nou, dan ben ik van YouTube afgegooid. Bij filmpjes waarin mensen hun hoofd zo uitknappen dat er een oogbal uitplopt. Dat boeit YouTube helemaal niks. Dat vind ik grappig. YouTube heeft echt iets tegen naaktheid. Zo van, kom op. Het zijn een paar tieten. Ik heb wel eens eerder tieten gezien. Toen ik klein was moest ik eraan zuigen, weet je. Kom op. Dat kan wel. Weet je. Het is niet alsof mensen die op YouTube zitten nog nooit tieten hebben gezien. Dus dat kan gewoon. Maar nee, YouTube gaat weer haten, weet je. Anders wordt YouTube misschien een iets te grote porno site. Als er allemaal porno op YouTube stond. Nou ja, weet je, dan weet ik wel wat ik aan het doen was. Kijk, misschien niet. Dat zal Jordi. Hashtag gamer met één hand, natuurlijk. Wel geniaal, die hele gedoe om Jordi. Als gamer met één hand zijnde. Wat doe ik met mijn leven? Wat doe ik met mijn leven? Help. Dit doet me heel erg denken aan GTA Liberty City. Voor mij is het dezelfde wereld. Of niet soms. Waarschijnlijk wel. Ik zou het niet weten. Ik kan momenteel niet in de comments kijken. Maar waarschijnlijk zeggen jullie allemaal. Ja, dezelfde wereld, Rick. Ik deed er al eens een hele coole jump met mijn motor. Of was dat ergens anders? Ik weet niet. Eens even kijken. Waar zit die vent nou? Waar zit die dan, hè? Kan ik hier op? Ja. Ik zie geen flikker door al die regen, man. Oh, wacht. Oh, ik had je bijna aangereden. Wat jammer nou. We zijn er bijna, we zijn er... Oh, ik ben dood. Maar nog niet helemaal... Oh, als je deze auto, joh. Wist ik veel. Ik laat een hoop, in ieder geval. Ik laat een hoop, toch. Gaat hij uitstappen? Leuk, de Rijk zal het aan als ze dat doen. Dat is echt hoe ik rol in dit spel. Oh, hij is nou bij dood. Mission passed, 4000. Oké, gaan we weer een missie voor Luigi doen of eentje voor Joey? Ik denk dat die voor Joey leuker zijn. Want dan kunnen we grapjes maken over een missie die gepenetreerd wordt. Omdraaien, Rick. Wow, wat is dat? Dat is wel de meest revolutionaire TomTom die ik ooit gezien heb. Hoe accepteer ik dat? Geen idee. Zo? Heb ik het geaccepteerd? Ik heb geen idee. Oh, Joey is hier al. Nice. Lekker dan. Oké, deze keer niet de bom af laten gaan. Gewoon een plan. Dat is tenminste mijn idee van... Hé, jongens, hoe gaan we die missie aanpakken? Geen bom af laten gaan. Mike Lips last lunch. Oh ja. In a moment, sweetheart. Ze is eigenlijk best wel lelijk, die Misty. En hij is ook best wel dik. Jullie zijn gemaakt voor elkaar. Dik plus dik is een dikke kinderen. Lips Farelli is stuffing his fat face in the St. Mark's Bistro. So steal his car and take it to 8 Balls Bomb Shop up in. Ze is echt een bommenwinkel in de stad en de politie doet er niks aan. Go park the car where you found it. Oh, weer terug waar ik hem had. Dat had ik wel kunnen verzinnen. Dat had ik best wel kunnen verzinnen. Dat is best wel een makkelijke missie, Rick. Hoe heb je dat kunnen falen? Nou ja, ik stopte een bom in de auto. En toen in één keer, de auto, boom! En ik was iets van, auto, waarom doe je boom? Nee, taxi, nein, taxi, nein! Even kijken, ik moet naar dat punt toe. Ik wil weer niet vastzitten in dat kleine cirkeltje daar. Dus we gaan even zo. Ik hoop dat het lukt in ieder geval. 6 minuten is redelijk. Je moet ook, ja, 2 dingen doen eigenlijk. Je moet ook nog naar de bomwinkel. Dus dat zijn 3 dingen. Je hebt 2 minuten per taak die je moet uitvoeren, zeg maar. Het halen van de auto 2 minuten, het plaatsen van de bom 2 minuten. En het plaatsen van de bom met de auto bij het restaurant 2 minuten. Nou, dat vind ik best wel redelijk eigenlijk. Vooral omdat we al binnen minuten waarschijnlijk die eerste al gehaald hebben, ja. Nou, we hebben hem nog niet gehaald, maar waarschijnlijk gaan we hem wel halen binnen 1 minuut. Net niet misschien. Ik zet even hier mijn auto neer, anders zitten ze in de weg. Wel een beetje raar dat zijn auto niet op slot staat. Maar ja, hij is een beetje een idioot, denk ik. Vast een idioot. Bedankt voor je auto. Als deze missie nou 3 minuten was, dan was het al een flinke uitdaging geweest. Nou ja, flink. Hij was in ieder geval een stukje moeilijker geworden. Echt waar, Rick.
Wil je zeggen dat een missie op tijd, als je de tijd halveert, dat de missie dan moeilijker wordt? Had ik nog nooit bedacht. Nou, graag gedaan, mijn beste vriend. Weet je, ik probeer iedereen een beetje wijzer te maken uit deze video's en niet alleen mezelf. Ik leer heel veel van mezelf, hoor. Je wil niet weten. Oeh, ik slip een beetje. Oké dan. Oepsie. Oké, nou komt de hel. Het heet inparkeerhel. Kom op Rick, je kan dit. Yeah, ik ben de beste. Je bent de beste. Oh, sorry, dat wou ik niet. Dat was niet de bedoeling. En we hebben een bom. Oké, we moeten dus niet op O drukken. Want dan staat de bom zeg maar klaar om ieder moment te gaan ontploffen. En als zodra je dan de motor aanzet, dan ontploft de bom, geloof ik. En ja, dat is het idee dat die dikke meneer in zijn auto gaat zitten. En dan gaat er in één keer een bom ontploffen. Grapje als dat het is. We zijn al bijna op dat punt, zeker of niet? Ja, ik weet niet. Wil het spel nou van mij dat ik ga onthouden waar ik die auto gevonden heb of zo? Dat is niet cool, man. Nee, serieus. Waar heb ik die auto gevonden? Hier ergens boven, toch? Hij staat niet eens meer op de kaart. En dan ga ik maar gewoon naar dat plekje toe. Moet ik hem eerst repareren? Dat zou ik een beetje skeer vinden, maar we gaan erheen. Het is tenminste weer precies hetzelfde ding waar ik eerst mijn auto heb gefixt. Beetje raar. Oké, we gaan het tenminste heen. Sorry. Is het hier al? Nee, het is nog verder weg. Snel! We beginnen in tijdnood te raken. Tenminste, de tijd is halverwege nu. Dat is niet zo goed, Rick. Oké, waar is het nu? Kan ik hier doorheen? Ja, natuurlijk kan je daar doorheen, Rick. Als je er echt in gelooft, dan kan je hier tussendoor. Mooi, ja, ik ben er nu zo'n beetje. Oh, hier zo is het natuurlijk weer. Het is mijn auto even repareren. Oké, vooruit dan maar. Anders is het nog een beetje verdacht, ja, als er allemaal deuken in zijn auto zitten. Dat is weer zo logisch, hè. Er zit allemaal deuken in mijn auto. Misschien heeft iemand een bom in geplaatst. Dat denk ik nou niet. De cops won't recognize you. Ja, maar als de auto er anders uitziet, is het ook een beetje raar. Hé, waarom is mijn auto in één keer blauw? Er zit vast geen bom in. Boom! Nou, hebben we tenminste nog 2 minuten nog iets om me heen te gaan. Ah, nou goed. Ik hoop niet dat als ik nu ergens tegenaan rijd, dat ik weer opnieuw een verfje moet halen. Dat zou heel kut zijn namelijk. Maar ik rijd alleen maar op mensen aan. Een beetje bloed is altijd goed. Zei je menstruatiemonster. Oh, Rick. Het is echt 12 uur middernacht of zo. Op een vrijdag. Want ja, ik ben echt zo goed in uitstellen. Zo van, ik heb geen zin om XL gameplay op te nemen. Niet dat ik het niet leuk vind hoor, ik ben gewoon lui. En dan moet ik 45 minuten non-stop zwansen. Geloof me, dat is best wel moeilijk. Kijk, je kan ook gewoon pauzes nemen, maar dat is niet cool. Dit is één take, weet je. Nee. Kom op. Ik was net hier. Dit is zo lullig, ik hoop echt nog. Ik reed echt een klein deukje. Ga ik niet meer redden volgens mij met deze tijd, of wel soms. We gaan het proberen in ieder geval, ik hoop dat het nog gaat lukken. Als het nu gaat lukken, dan is het echt wel net aan, moet ik zeggen. Oh, nee, niet gaan slippen. Oké, ik mag dus echt geen enkel deukje in die auto rijden. Zometeen een ploft die waarschijnlijk ook nog omdat er een bom in zit. Nee, de bom is nog niet echt op springen gezet, maar alsnog, weet je, dit spel haat mij. Zoals net al gezien. Het kan nog, als ik nergens tegenaan rijd zometeen. Nou, je mag wel een klein beetje ergens tegenaan rijden, maar ja, ik ben gewoon te awesome in auto rijden. Dit is gewoon een missie die te erg van uitgaat dat ik goed ben in een auto rijd. Te erg, weet je. Je kan ergens van uitgaan. Je kan ergens ook te erg van uitgaan. Oké, deze keer, Rick, gaan we helemaal goed doen, hoor. Helemaal goed. Oké, ik heb nog 1 minuut 30 om terug te komen. Dat is ruim genoeg voor jou doen. Ze geven wel niet echt duidelijk aan van, je moet even de auto niet kapot maken. Dat vindt hij niet zo leuk, oké. Ja. Oké, een beetje die kant op. Ja. Ook niet tegen lantaarnpalen aanrijden, Rick. Die lantaarnpalen kijken zo van, hé Rick, je kan makkelijk tegen me aanrijden. Ik zal je een klein geheimtje vertellen, Rick. Dat werkt niet zo. Het is een trucje. Het is een trucje van de mediapolitie. Oké, even gauw. Niet hard rijden. Wat doe ik? Tering hard rijden. Moet ik even oppassen voor het stoplicht, want ik rijd er rood heen. Dan is de kans op een aanrijding aanzienlijk groter. Het begint lekker te misten hier. Voor Misty. Grappig. Eigenlijk niet. Eigenlijk gewoon zielig. Meer zielig dan grappig vooral. Oké, deze keer het laatste vitale inparkeerstuk. Nee. Dat ging bijna verkeerd. Pokerface. Kut. Oh, kut. Nee. Wel 30 seconden. Kom op, Rick. Even de auto in zijn goede plekje zetten. Ja, dat begrijp ik. Kut, ik doe het verkeerd. Ja. Oké, snel, we hebben nog 14 seconden. Oké, en aan met die bom. 9, 8.
Dan moet ik vanuit de auto activeren. Nee. Erin. En activeer. Bomarmed. Nee. Too slow. Nee, ik heb de missie gefaald. Ik ga al verder met recorden als ik weer op dit punt ben. Want ik heb geen zin om nog een keer 6 minuten van jullie of 4 minuten van jullie leven weg te nemen met dezelfde missie. Oké. Tot zo. Oké, we zijn er weer. Ik heb gewoon tijd gehad om mijn timer gewoon weer aan te zetten en gewoon alles te doen. Want ik heb zat tijd over. Bomarmed. Snel weg daar. Weg. Ren. Toch? Ja, oké, daar komt die dikke. Dikkie. Hij heeft lekker gegeten. Hij denkt, holy da. Mijn auto is niet geverfd, want ik had het niet nodig. Ik had niet eens een krasje. Mijn rijskills zijn offscreen zo fantastisch. Nee, serieus. Ze zijn beter, want ik ben heel gefocust op commentaar geven, niet op het spel zelf. Kijk, er staan wat rokende auto's daar. Niet verdacht. Ik had ze even weggegeven voor wat meer ruimte. Ik dacht, waarom ook niet. En dan start deze auto. Bam! Dit is 3kb. 10.000. Kijk, dat is de money. We gaan natuurlijk weer naar Joey, want dan kunnen we natuurlijk weer zien hoe hij missie gaat palen. En dat willen we altijd al graag. Hadden we altijd al willen zien, dus weet je waarom niet. Waarom krijg je nou weer politie? Ik was het niet. Hoe weet je nou? Weet je nou dat ik het was? Ik ren bij heel cool. Zo van no. Wacht, om te bewijzen dat ik onschuldig ben, ga ik een onschuldig persoon in elkaar slaan. Oké, 1 klap maar. Oké, 2. Omdat ze een vrouw is. 1 extra. Is de vrouw? Nou ja, of een man met lang haar. In je kut. Zo, dankjewel. Dankjewel. Ja, het zit zo. Nou, we moeten weer naar Joey. Deze auto ziet er wel uit als een leuke auto om. Je kan ook een rennen indrukken en dan achter die auto aan rennen trouwens. Oké, dan nemen we een andere auto, weet je, zo moeilijk. Hey, je komt als groep, man. Echt, je houdt zoveel van mij. Ik dacht, hey, Rick heeft een auto nodig. Ik heb een auto. Ik geef Rick mijn auto. Kijk, dat zijn de aardige mensen, de meest aardige mensen in de samenleving. Kijk, ik kan zelfs toeteren met L3. Niet met R3, nee, dat deed ik net. Dat was geen goed plan. Dat ging helemaal verkeerd in niet soeps. Waarschijnlijk mag ik weer missie wegbrengen, want ja, de helft van de missies in dit spel gaan om missie wegbrengen. Ik weet dat het niet zo is. Voor die mensen die me serieus nemen, zeggen, Rick, dat is helemaal niet waar. Ik weet het heus wel, oké. Laat me met rust en laat me in mijn waarde. Zoals ik jou niet in je waarde laat. Oh, hier zo. Hey Joey, stap even uit. Wat hoor ik voor graag? Farewell, Chunky Lee Chung. Oké, moet weer iemand doodmaken, zo te zien. Hey Joey, gaat het met jou dan? Chunky Lee Chung is pushing spank for some new gang from Columbia or Colorado or something. Het allemaal met C-O-L. Ja, dat is niet echt. Noodle stand down in Chinatown. Okay. That rat has sold his last stir fry. I want you to take him out. If you need okay. A piece, go around back of ammunition opposite the subway. Sort yourself with a 9. You know where it is, right? Een 9mm natuurlijk, een 9. It's Triad territory. Triad. Oh, dat zei de vorige keer ook, hoor. Dat is hubblepub territorium. Nergens last van gehad. Dan moest ik missie ophalen, zeker die keer. Oké, we moeten eerst een wapen halen. Een 9mm om precies te zijn. En dan schieten we die Chinees door zijn afhaalkop. Oh, vrouw. Ah, lol. Ren. Oh, in één keer ben ik een crimineel. Nou, ja zeg. Ik kan niet eens maar een auto stelen of ik heb de politie achter me aan. Wat is dit voor land? Amerika, zeggen ze. Het land van de vrije. Nou, dat is niet te merken aan hoe ik auto's kan stelen. Oh, die kan gewoon het gras heen rijden. Dat is best realistisch eigenlijk. Je hebt ook spel dan knal je kaart tegen het gras op alsof het een betonnen muur is, joh. Oh, hier is Chinatown in ieder geval. Ja, ik kan die vind ik gewoon neerknuppelen. Dan heb ik geen 9mm. Ik werk wel van 9mm. Oh, wacht, ik snap gewoon de politieagent neer. Wat dacht je daarvan? Ja, daar krijg ik wel een wapen voor. Oké, politieagent, stop. Stop! Nee, kom op man. Rick, dit kan je. Yes, en trap hem. Yes, ik heb een wapen. Thanks. Oké, geen politie achter je aan hebben, Rick. Ja, waarschijnlijk komen je aardig een boze Chinezen. Oh, daar is hij. Mooi. Ik schiet hem door zijn kop en ik ren weg. Dat is mijn strategie. Oh, dat had ik niet verwacht. Ik schiet gewoon iedereen overhoop hier, joh. Oké, eerst even gauw die Chinees dood, anders dan heb ik de missie niet gehaald. Oh, hij rent weg. Daarachteraan, Rick. Zet de achtervolging in op de afval, Chinees. Oké, we zijn er bijna. Ik moet even door. Oh, fuck, mijn wapen is leeg, zeker. Of niet soms. Kom op, Rick. Daarachteraan. Gaat hij in zijn wagen? Nee, niet in je wagen gaan. Ik ga achter je aan. Nee. Kut! Andere wagen, pak een wagen, Rick. Nee. Ik word in elkaar geslagen door een hele groep mensen en de politie gaat waarschijnlijk meteen bassen. Ja, ik kan niet eens normaal een auto stappen. De Chinees rent weg. Helemaal niet leuk dit, helemaal niet leuk. Dat was geen plezant uitje. Ik vind die missie voor Joey me stom. Nou, dan gaan we eventjes weer een missie doen voor Luigi. Vind ik een stuk leuker. Ik bedoel, deze keer toen ik met Joey kwam was hij niet eens zo van, hey. Dat mensen idee van, hey Joey, ik wil seks met je. Nee, eerst praten met deze meneer. Dat gebeurde niet eens, weet je. Waarom doe ik het dan nog, Joey? Ik deed het alleen maar daarvoor, zodat ik missies inkijk kon zien. Maar als je dat zelfs van me afpakt, wat heb ik dan nog over in deze wereld? Precies. We gaan maar lekker naar Luigi.
Oké. Luigi maakt tenminste nog pizza's. Oh, wacht, dat is een andere Luigi. Onze pizzabakker in de buurt heeft trouwens wel gewoon echt Luigi. Rennen heeft de helft van zijn gezicht is helemaal rood. Het is al vanaf geboorte zo. Het lijkt op een brandvlek, maar dat is het niet. Een brandwond. Mijn vader noemt altijd wijnvlek. En dat vindt hij ook niet erg of zo. Hij is vrienden met mijn vader. Zegt hij, Gerard. Met zo'n raar... Hij is niet echt buitenlands. Hij is vast Italiaans. Hij is heel dik. Als een schort, als een zweterig Italiaan is het. Maar ik mag hem wel. We eten vaak pizza daar. Dus ja, ik bedoel, gesmolten kaas. Mensen die mij gesmolten kaas geven, daar hou ik automatisch van. Dat kan niet anders. Even een missie pakken. Hij kijkt gewoon boos en doet hij de deur open. Oké. Okay. Oh god, de politieman bal. En dan? Wat de fuck moet ik doen? Ik moet meiden halen. Oh, de politie hebben één groot feestje, dus ik kan gauw hoeren ophalen. Less than focus, bring the fastball and Luigi won't be happy. Wat moet ik doen? Ik moet iets met girls. Ik moet ze even zoeken eerst, dat is wel handig. Ik moet ze brengen toch naar de fastball binnen de tijd. Dus eerst moet ik een paar ophalen. 4. En dan moet ik ze naar de fastball brengen, oké. Okay. Maar waar zijn die meiden dan, hè? Waar zijn ze dan? Ik ben er nog een eind tegengekomen in ieder geval. Echt waar, Rick, ja. En dan moet ik ze naar het politiefeest brengen. Dat is een beetje onlogisch als je het mij vraagt. Hey Rick, je moet hoeren naar het politiefeest brengen. Ja, misschien vindt de politie niet erg. Prostitutie en zo. Meestal vindt de politie dat niet zo leuk. Oh, wacht, hier is er eentje trouwens. Ik heb wel goed de tijd gekregen trouwens. Oh, fuck, dat is in Chinatown. Dat heb ik lekker handig gedaan, dit. Ik weet nog, op mijn GTA voor de PSP kon ik deze missie nooit. Zo'n soortgelijke missie hoeren ophalen. En toen was ik maar gestopt met de missies doen. Tenminste voor één persoon, ik weet niet. Ik ben een snelle opgever met dat soort dingen. Ben jij een hoer? Ah. Dat is één hoer. De taxi vliegt bijna op, wel bijna in de hands. Dat is niet zo handig. Want dan ben je al je hoeren kwijt. Automatisch. Ik kan beter helemaal de andere kant op. Dat zijn veel meer hoeren. Maar ja, ik ben weer dom bezig eigenlijk. Zoals het gewoon in het mooie Nederlands heet. Dom bezig. We gaan sowieso weer die kant op. Of valt wel mee hoeveel hoeren er zijn. Ik heb geen idee. Ik heb dit spel nog nooit gespeeld. En hier zit tenminste weer een hoer op de hoek. Zij is echt zo'n standaard hoertje van de hoek. Ah, daar staat ze. Niet eens op de hoek. Maar wel aan de zijkant van... Oepsie floepsie. Nee. Blijf van mijn hoeren af. Oké, doei. Oké, later. Ik ben nu uit het gebied van mijn hoeren. Dat is niet zo mooi. Alleen zit politie achter me aan. Fuck de police. Ha, 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 ha. We rijden even om. En hoeren houden van hoge snelheid in hun auto. En in hun vrouwenplasser. Daarom zijn ze hoeren. Weet je, het is wel handig als je hoer bent dat je seks ook nog lekker vindt. Want ja, anders is het zo stom. Weet je, als je een vrouw bent en je vindt seks lekker, je wordt gewoon hoer, dan win je gewoon best wel in het leven. Behalve als je dan seks moet hebben met oude mannen. En heel veel gehandicapt ook. Ik had een verhaal gehoord van een meisje uit mijn klas. We hadden het dan over dat prostitutie in Nederland illegaal moest worden. Dus we hadden een debat, weet je. En toen zei een van die meiden, zei, ja, ik werkte bij zorg. Want we moesten dan verplicht stage lopen met z'n allen. Waarom heb ik 0 girls? Oh, je moet ze zeg maar per keer afzetten, oké. Okay. Oh, wacht, ik kan natuurlijk ook maar een x aantal girls in mijn wagen. Deze kan er zeker niet meer bij, of wel? Proberen. Ja, precies. Ik heb te veel vrouwen in mijn auto. Drop these girls off first, then come back for more. Oké, okay, we moeten er sowieso 4 doen. Nou, dat is natuurlijk het grapje van, ah, er kunnen maar 3 in je auto, Rick. Fuck jou. Gelukkig heb ik nog zat tijd. En dan kan ik ondertussen ook nog wisselen van een andere auto. Dat is best wel fijn. Best wel slim gedaan, eigenlijk. Als dat er gewoon 10 hoeren tegelijk in mijn auto kunnen. Ik bedoel, die vrouwen kunnen best op elkaar schoot zitten trouwens hoor. Het is niet alsof ze nog nooit eerder aan elkaars geslachtsdelen hebben gezeten. Dus dat kan gewoon allemaal. Ze kennen elkaar, ze zijn gewoon goede vriendinnen van elkaar. Gewoon zo'n meidenclubje, weet je wel. Dat ene meidenclubje dat bij wiskunde de hele dag zit te lachen. Ja, die zitten dus nu met z'n allen gewoon naakt in de auto. Zo werkt het in de prostitutie jongens. Zo werkt het allemaal. Eens even kijken. Nee. Nee. Foei. Oké, nog een lantaarn. Nee, er komt nu wel heel veel rook aan mijn auto. Nou begint het niet leuk meer te worden, hè. Ik betwijfel of ik het ga halen trouwens. Ja, Rick, dat is niet zo mooi, hè. Dat is inderdaad niet zo mooi. Daar is het politie gebeuren. Vlieg niet in de auto. Vlieg niet in de fik-auto, wou ik eigenlijk zeggen. Ja. Stap maar uit, hoeren. Mooi. Dat is 3. Ik ga even gauw van auto wisselen als je het niet erg vindt, spel. En dan moet ik er maar eentje vinden. Nou, dat is toch te doen. Ik ga een auto stelen bij het politiebureau. Strak plan. Nou, hij staat ook niet op slot of zo. Gaat het alarm af, hoor. Uit met dat ding. Hoe zet je dat alarm uit? Ik heb geen idee. Ik rij gewoon lekker rond met een auto waarvan het alarm aanstaat. Handig! Dat is zo slim! Rick, je bent een fucking genie! Handig! Jouw plan! Het kan niet misgaan, want het gaat altijd goed. Jouw plannen zijn de beste. Kon ik er maar kinderen mee krijgen.
Maar dat kan niet. Dus zul je maar gewoon moeten kijken en luisteren naar mijn plannen. Oké, ik heb nog 1 minuut om naar politie gebeuren te gaan met 1 hootje. 1 prostituee in mijn auto. Oké, dat gaat dus gewoon keihard lukken, jongens. Op volle toeren, Ali B, gaan wij naar de volle hoeren. Op volle toeren naar de lege hoeren. De ongevulde prostituees. De jonkvrouwen van lichte zeden. Dat klinkt veel beter dan hoeren, weet je. Vrouwen van lichte zeden. Vrouwen die het doen voor poen. Dat rijmt. Oh, Rick, waar ben je toch weer, grapjas? Ik weet het. 30 seconden. Dit wordt krap, jongens. Dit wordt krap. Gaat Rick het redden? Zet in de comments, nu. En over enkele seconden weet je of je gewonnen hebt of niet. Oké, waar moet jij? Die ben ik even verdwaald. Oh, wacht. Zet in de comments, ja of nee. Of Rick gaat het halen, Rick gaat het niet halen. Alhoewel, je weet dat ik het nu ga halen. Of het moest opeens 5 zijn en heb ik verloren. Kut. Stap maar uit. Oh! Ren naar binnen! Naar binnen, hoer! Naar binnen! Ik heb gewonnen, toch? Toch? Ik heb girls 4. Dat is goed genoeg, als het goed is. Yes! Ik heb het gehaald, denk ik. Heb ik het gehaald? Did I? Mission Pass 2000. Nice, oké. Okay. Nu is Luigi van de kaart gehaald en dan hebben we alleen maar Joey op de kaart. Waar zijn die groene stipjes voor? Wie is dat? Oh, dat is wel mijn safe house of niet soms? Ik heb geen idee. We gaan even naar Joey toe. Oh, dan moet ik weer die ene missie doen voor net. Wat moest ik ook weer doen? Oh, je moest die Chinezen killen, dat is waar ook. Oké, dat is aardig te doen. Alleen ik had net wel een wapen, dat was best wel fijn. Zonder wapen is die missie best wel kut, vooral omdat die Chinezen weg gaat rennen en zo. We moeten dus sowieso eerst even een wapen halen, Joey boy. Tenminste, uitstappen. En naar Joey. Yes. Farewell, Chunky Lee Chong. Dit was gaan of Chang Chong, maakt niet uit. Dit was eigenlijk wel de laatste missie die we gaan doen in deze video. Ja, dit wordt de laatste missie. De laatste poging ook eigenlijk. Kan ik niet gewoon skippen eigenlijk? Ja, kan ik gewoon skippen joh. Handig. Stop. Hamertijd. Oké, het wapen staat gewoon op de kaart. We gaan eerst even een wapen kopen. En we moeten sowieso eerst die Chinees neerschieten. Dus waarschijnlijk gewoon geen wapen laten zien. Zolang de mensen niet weten dat je een wapen hebt, zit je aardig goed, denk ik. En dan in één keer uit het niets hou je dat wapen uit je zak en schiet je die Chinees vol op zijn bakkes en dan pin hem hoor. Dat wapen is die kant op geloof ik, als ik me niet vergis. Er staan allemaal dingen op de kaart en het is niet echt duidelijk, maar ik zie er echt een wapentje op de kaart. Dus wij doen het goed. Vorige keer is iets van fuck the rules, ik sla wel gewoon een politieman aan elkaar. Dat was niet het beste plan dat ik ooit had. Het was een goed plan, maar niet het beste plan. Ik heb beter gehad. Oké, dan. En dan gaan we deze over zien. Hier zo ja. Gun shop, dit doet me ook weer denken aan GTA, Liberty City. Oké, mooi. Oh, deze kost geld, oké. Okay. Nee, hij is out of stock, ze hebben hem niet eens. Ik vind dat het leuk is op die man schiet, dan wordt hij boos. Als je op hem richt, dan schiet hij je neer. Laten we dat dus eventjes niet doen. Hey, plannen met Rick, plannen van Rick. Ze zijn fantastisch, dus luister maar goed. Kijk mij rijden, zo achteruit. We gaan achteruit rijden naar dat punt toe. Rick, weet je, dit is voor de mensen die zeggen dat ik niet kan rijden. Kijk maar chillen dan. Het gaat echt zo snel, weet je. Als dit een tijdmissie was, precies binnen de tijd. Je weet het zelf. Eens even kijken. Rijden met Rick. Je groeit haast een stik van het rijden met Rick. Volle snelheid. Tegen een paal aan. Dat was een anticlimax. Volle snelheid. En we stoppen met rijden. Hier moeten we eruit. Eerst even je wapen wegdoen, als je het niet erg vindt. Nee, zo doe je wapen weg normaal, toch? R2. Ja. Zo. Is hij nou aan het wegrennen, serieus? Dan zit hij sowieso in het steegje. Oké. Waar is hij? Waar is hij, man? Waar is hij? Oké, hij heeft me nu waarschijnlijk gezien, of niet soms? Hallo daar. Ik ben een Chinees. Ja, dat weet ik. Oké, even wat dichterbij. Oké, ik wist dat hij weg ging rennen. Rennen, Nick. We kijken eigenlijk helemaal niet Nico, maar alsnog. Kom, schiet hem neer. Ik heb geen idee, hoe mik je? Kut, dan moet ik achteraan zeker. Oh shit. Kom gezellig bij me in de auto dan. Ah, je rent weer verder weg. Ren achteraan. Nee, op hem. Hoe mik ik? Yes. Dat ging heel goed. Ik had geen idee hoe je mikte. En toen in één keer stond een ding boven zijn hoofd. En schoot ik hem door zijn kop. We kunnen nog maar 1 missie doen. Omdat jullie zo van mij houden. En ja, vooral voor de mensen die nu nog kijken. Want ja, als je nu niet kijkt. Dan zie je ook deze missie niet. Dus deze missie is speciaal voor de mensen die nu nog kijken. En dan krijg ik weer comments van ik kijk nog steeds. En dan denk ik, serieus? En dan hou ik weer een beetje meer van je. Dus doe dat. Weet je? Doe dat gewoon. Hotske. Van Heist. Zoals de Duitsers altijd zo mooi zeggen. Van Heist. Hallo daar. Alright, we're gonna hit the payroll van.
The payroll. Leaves the edge of Chinatown every day. Okay. Bullets won't even dent the van's armor, so get a car and ram it up the road. Okay, moeten we dus een geldwagen van de weg afbeuken ofzo? Take it to the warehouse at the docks and my guys are gonna take over. Okay, ze moeten een auto nakken. Okay. I won't be doing its rounds all day, so don't hang around. Het is van me nu opeens dat mijn character eigenlijk helemaal niks gezegd heeft het hele spel tot nu toe. Is dat waar? Ik heb geen idee. Damage, is dat van mij of is dat van de wagen die we gaan stelen? Ik heb geen idee. Ik denk de wagen die we gaan stelen. Nou pakken we deze auto. Dit is echt een mooie beukauto. Wie zegt dat? Ik zeg dat. Nee, ik ben Rick van Serpent Gameplay / Biontown. Ik ga binnenkort weer verder met GTA 4 op mijn eigen kanaal. Ja, er zijn nog steeds mensen die niet weten dat ik GTA 4 op mijn eigen kanaal doe. Dan ben je een beetje een laadbloeitje. Dan ben je een beetje van gisteren. Dan moet je in de krant lezen. Ik sta niet in de krant ofzo van Rick gaat verder met GTA 4 op zijn eigen kanaal. Maar ja, je had het kunnen weten. Weet je. Als je fan bent van GTA 4, dan had je het best wel kunnen weten. Hoppakee, ja dat is de damage van die fan dus. Oké, okay. Die meter moet vol denk. Oké. Okay. Gewoon verder, is dat mijn auto? Ik heb echt geen idee. Oh kut. Ik kan natuurlijk ook gewoon van auto wisselen als mijn is in de fik vliegt, dat is geen probleem. Als die auto maar gewoon niet thuis komt waar die vandaan hoort. Ik ga even een andere auto pakken als je het niet erg vindt. En die auto rijdt waarschijnlijk weg. Ja, ik weet niet of je zou... Oh! Wow! Nou, dan hebben we een mooie truck om achteraan te gaan. Dit ding gaat waarschijnlijk niet echt snel, dus we zullen flink wat snelheid moeten maken om het ding nog in te halen. Oké, daar valt wel mee. We pakken hem keihard. Dit ding heeft lekker veel massa, dus lekker veel damage. Hoppakee. Hoppa, die damage bank moet vol, neem ik aan. Is het een bankwagen eigenlijk? Ik heb geen idee. De meter zit bijna vol, Rick. Kom op, je kan het. You can do it. Relax. Jawel, dat ene nummer. Relax. Die ene. Hebben we het nou gehaald ofzo? Wat moet ik nu doen? Kut, ik ben zo dichtbij. Ik sta in de fik, help! Help, Rita Verdonk. Oké. Dat Rita Verdonk heeft niet geholpen. Maar oké. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vergeet de vrienden te liken. Bedankt voor de volgende aflevering die ik misschien ooit nog ga doen. Misschien ga ik ooit verder met het spel op mijn eigen kanaal. I don't know. Ik heb momenteel zoveel games die ik nog wil doen. Zoveel goede games in de wereld. En er is maar één Rick. Dat is toch even een probleem. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vergeet hem zeker niet te liken. En laat een comment achter of je meer van wil. En welke game ik de volgende week moet doen. In XXL Gameplay. Bedankt voor het kijken.